Ik heb een idee voor carnaval. Ik weet niet of het een heel goed idee is, maar de zon die schijnt. En nu denk ik, ik loop hier eigenlijk op een plek waar het wel eens heel druk kan zijn met carnaval. En de straat waar ik nu inloop richting de Febo, daar kan het ook nog wel druk zijn. Met de optocht natuurlijk. Maar als we de optocht nou eens in de route voorbij laten komen met, ja, ik zal het even zo laten zien. Maar ik zal eerst laten zien waar we zo meteen lopen. Want hier zou de route echt wel makkelijk voorbij kunnen komen. Zomers. Ik laat het zien. Nou, en hier natuurlijk. Hier loopt ook de optocht door. Ook altijd gezellig. Dus zomercarnaval. Gewoon carnaval. De laatste week. Of de laatste weekend van de grote zomervakantie van de kids. Dat zou toch ook top zijn? Weet je, als er dan nog steeds geen vaccin is gevonden, is dit gewoon top, denk ik. Idee van Henny Veldhuizen, maar ik neem het even over. En dan alles bij elkaar voegen, gewoon een heel weekend feest. Zomers, lekker weer, biertjes, toch verkleed. Nou ja, alles gewoon heel de rommel in één keer. Ja, of hier natuurlijk, hier lopen dan ook. En dan uiteindelijk gaan we naar de markt. En daar staat dan de prins. En prins Carnaval en de zomerprins misschien, of prinses. Dus dat zou ook super, super tof zijn. En ondertussen is het hier stikgezellig op het terras. Lekker veel mensen. Dus dat is ook positief. Nou, hier is natuurlijk ook altijd een superleuk punt. Met carnaval. En zomercarnaval. Dus eigenlijk kunnen we hier gewoon alles bij elkaar voegen. Dan kun je een lekker luchtig pakje aan. Niet in de kou. Ja, als het zo eenmalig een keer is, dan zou het eigenlijk al een top idee zijn. Moet even goed de camera vaststaan, want ik ben ondertussen aan het lopen. En de Leijzenhoek, altijd gezellig met carnaval. Sint-Vicentiusstraat, Zandheuvel. Daar kwam voorheen ook altijd de zomercarnaval doorheen. Dus je gaat nu kijken naar een stukje carnaval. Om even de sfeer te proeven. We zijn nu gezellig binnen. En ondertussen ben ik aan het vloggen. Oh, we krijgen een toosje aan de bodem. Een van de cameramannen. Dit is onze gast. Een van de camera. Dit is onze gast. Dankjewel, lekker toosjes. Welkom dat u een keertje komt kijken. In mijn huisje wat ik elk jaar helemaal verboden heb. Als dat is altijd helemaal top. Maar vorig jaar ben ik hier al kastieke binnen geweest. Ja, er lopen hier zoveel mensen rond, dan weet ik wie er hier allemaal binnenkomt. Maar ik vind het leuk, ik vind het heel fijn. Nou, daar ben ik blij mee. Ja, kijk, dit is nou thuiskomen. Dit is thuiskomen en zeggen, het gebeurt altijd in de Sint-Vicentiusstraat. Altijd. Maar dan gebeurt het. Daar is het. Iedereen is er geboren, iedereen heeft er gewoond. Oma heeft er gewoond, tante heeft er gewoond. Als je dat hoort, dit is de zin. Dat noemen ze de lot van de CFC-straat. Dat is het. Dat is een mooie, mooie. Nou, Rosterhouten zwemt hier binnen en dan wel nog. Oh, jij hoorde wel nog wel. We zien jij. Lekker toosje, lekker toosje. Even lekker toosje. Ja, ja, we staan er weer op. We staan er weer op. We weten wel wat er is gebeurd. We kunnen geen verantwoordelijkheid voor de kroon. Het is hartstikke gezellig hier in de straten. Het is allerlei broeders, broeder Lazarus en broeder weet ik wat.
Ik mag zijn kruis kussen, maar dat ga ik niet doen. Kijk, dat is Thomas, met onze Jaas, met ons Dreekje. Dreekje! Hey. Oh. Mamma mia, mamma mia! En nu ga je nog een stukje zomercarnaval bekijken. Want ook dat is super. Zoals je net al zag, ja, dit is toch geweldig, de optocht. Maar dan in de zomer, biertje erbij, heel weekend. Ik hoop dat dan de corona onderhand voorbij is. Net als dat iedereen in heel de wereld dat hoopt. En dan dat we gewoon kunnen doen. Gewoon. En naast elkaar gezellig even aanwaaien op het terras. Niet te hoeven reserveren, maar gewoon kunnen aanwaaien. Dus zou top zijn. Maar ja, ik hoop dat het vrij snel is. Want dan zijn we er onderhand eens vanaf. Want heel het jaar niks is ook zomaar niks. Dus ja, we moeten toch even volhouden, mensen. Helaas, we moeten volhouden. Sint-Vicentstraat natuurlijk.
altijd gezellig. Met die vlaggen. En de muziek. En de mini-kroegjes. Die dan privé zijn, maar wel erg leuk. Ja. Ik hoop volgend jaar zomer. Al is het maar eenmalig. En dan daarna weer carnaval. Gewoon weer in de oude periode. Zou top zijn. Ja, het is maar een idee. Ja, niet iedere idee is goed. Maar het zou zomaar kunnen. Als ze het zo willen gaan doen. Maar dat weet ik niet. Maar ja, je moet iets om te vloggen hebben natuurlijk. En er is maar weinig. Dus ik dacht, ik ga midden op de weg staan in de CVC-straat. En dan ga ik dit maar vertellen. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben, ook van de oude beelden. Van vroeger, toen we nog wel met elkaar, bij elkaar konden staan. Want ja, toch mis ik daar wel. Om in plaats van een hooi op afstand, of iemand te troosten op afstand. Blijft moeilijk. Dit is niet waar we voor gemaakt zijn. Toch? We zijn van gezelligheid en vastpakken. En dansen. En ja, gewoon de gezelligheid. Dus ik zou zeggen, tot volgende week. Want ik probeer volgende week weer een nieuwe te maken. Asla had nergens op. En ik zou zeggen, have a very nice week. And I see you next week. Oké, Engels kan ik best wel. Maar het was juist de bedoeling om gebrekkig Engels te doen. Dat was de grap. Nou, niet iedereen snapte de grap, maar bij deze. Bye bye, zwaai zwaai.